Hallo allemaal, welkom bij Asnat Kookvlog. Vandaag ga ik pennenschotel maken. Dat is van pennenpasta. En dat doe ik met gehakt spinazie. En ik zal jullie de ingrediënten laten zien. Ik heb hier runder gehakt, verse spinazie, kookroom, twee rode uien, bouillonblokjes, knoflook, wat kaasplakjes, een kruidenmix voor pasta, olie, peper en zout. En niet te vergeten pennenpasta. Als eerst begin ik met het gehakt te rullen. Doe wat olie in de pan. Gas wat hoger. Laat staan en tussendoor kan de rode uien gesneden worden. Als je maar goed het gehakt in de gaten houdt. Hoeft niet te klein. Het zal jullie misschien wel opgevallen zijn dat ik bijna altijd rode uien gebruik. Maar ik vind het frisse van smaak en de kleur, dat moet goed gecombineerd zijn met het gerecht. Het mag wel wat kleurrijk zijn. Dus door en we gaan hier verder. Zo, schuif aan de kant en dan pakken we de kant ook. Die doen we ook even. Wat grover snijden. Behoudt de smaak ook veel langer. Gehakt is inmiddels gaar. Nou ga ik de rode uien en de knoflook tegelijk toevoegen bij het gehakt. Zo. Ruikt wel lekker. En de kruidenmix, pasta kruidenmix erdoor. Goed. Nou, kookroom. Iets lager, anders brand ik aan. Zo. Nog een. Die pasta kruidenmix ruikt een beetje baconachtig. Dus wel lekker, een beetje barbecue. Zo,
wordt een beetje licht oranje. Klein beetje water erbij. Niet te veel, want verse spinazie geeft ook veel vocht vrij. Dan wordt het anders te nat. Zo. Nou, doe ik de pennenpasta erdoor, zodat de saus goed in de pasta komt. Hij is afgekoeld. En na, als je het wil afkoelen, is het beste dat je een klein beetje olie dan toevoegt, zodat het niet gaat plakken. En heel simpel. Simpel gerechtje. Zo. Doe het op laag. En dan doen we de verse spinazie beetje bij beetje door. Want het gaat heel snel slinken en dan kan het weer toegevoegd worden. Maar het moet ook niet te lang gaan koken. Want dan wordt het echt een, ja... snot. Zie je dat? Het begint al vrij snel te slinken. Door even een beetje peper. Beetje, hè, beetje. En een bouillon blokje. Nou, waarschijnlijk heb ik daar maar één voor nodig, omdat de kruidenmix van de pasta ook al op smaak is. Anders wordt het te zout. En weer voorzichtig mengen. En dat je tijdens het roeren af en toe kan kliederen, dat maakt niet zoveel uit. Als je maar wel daarna opruimt. Belangrijk. Hou alles netjes en schoon. Hygiënecode. Het belangrijkste wat het is. Nou, de spinazie is toegevoegd. Het ziet er al goed uit, hè? En nou ga ik het in de schotel doen, overschotel. En dan kan hij in de oven. Goed verdelen. Nou, en ja, zoals gewoonlijk maak ik altijd niet te veel. Dus zo meteen nog een schaal. Dat zie ik nu al wel. Nou, dit is al mooi. Ja.
Nou, kaasblok. Normaal kan het ook geraspte kaas, maar ik vind dit mooier. Dan smelt dat in de oven zo. Dat is echt toppie. Nou, deze gaat in de oven. Nou, even afwachten. 180 graden, 20 minuten. Dit is hem geworden. Pennenschotel. Pennenhoofdschotel. Ja. De volgende ook even erin. Laten we gaan opscheppen. Smakelijk en tot de volgende keer. Doei.